Onze twee kandidaten uit de humorklas die staan klaar om een aanslag te plegen op uw lach en waarom ook niet sluitspieren. Het lot heeft bepaald dat Gerben als eerste de arena mag betreden. Zijn coach als de schepper is er niet, maar misschien heb jij nog woorden van moed voor deze jongeman? Ja, hij heeft zijn jeugd mee. Ik zou het nu al niet durven, maar wat ik al gedaan heb en nog altijd, dat is mij fixeren op mensen in de zaal. We zitten toch met 120 mensen hier. En ik probeer altijd, ook nu nog altijd als ik optreed, iemand te zien in de zaal wat ik een match mee heb. Ja, en ik speel zo met de die en de die en de die en dat zou ik doen. Een toffe like Jan van Rompuy, die valt geweldig goed mee. Totdat je mij babbelt natuurlijk. Maar probeer met Jan contact te hebben. Hij slaapt toch al, maar ik zou dat toch doen. Maar ja, kijk, dat is een goede tip, vind ik inderdaad. Gerben, je kent de regels. Je krijgt 2 minuten en die gaan in van zodra jij begint te spreken. Succes en amuseer je. Een goeiemorgen iedereen. Er is vorig jaar voor een kwart meer aankopen gedaan via het internet. Ik ben de afgelopen dagen mij daar eens gaan in verdiepen en ik heb gelezen dat de meest verkochte zaken kleding, accessoires en binnenhuisdecoratie waren. Vrouwenzaken dus. En ik dacht altijd dat de wifi niet tot in de keuken geraakte thuis. Thuis kopen we ook regelmatig zaken online aan, zoals laatst heeft mama een elektrische tandenborstel gekocht. Het was wel een vrij grote paarse, geleverd door het bedrijf Pabo of zoiets. Maar ik denk dat het een miskoop was, want ik heb hem nooit meer teruggezien, eerlijk gezegd. Maar het feit dat er voor 2 miljard euro op een jaar tijd wordt aangekocht via het internet, moet de regering toch ook in staat stellen om het gat in de begroting daarmee op te vullen. Als we nu eens alle werklozen online te koop aanbieden. Of laat mensen bieden op een mislukte politieker. Zo is er ook nog hoop voor Yves Le Terme of Jean-Marie de Dekker. Nu, ik had het in het begin over de populairste aankopen. Maar ik ben nog eens gaan uitzoeken wat de minst populaire waren. En bij het opzoeken kwam ik er een heel deel tegen. Maar de belangrijkste staan in de categorie boeken. Zo heb je bijvoorbeeld het boek Hoe kom ik geloofwaardig over van George Lekes. Die verkoopt niet zo goed. Maar de onbetwistbare, slechtst verkochte boek, dat was toch wel bij uitstek Gezond eten doe je zo van Maggie de Blok. Goed, ik was Gerbe Thijs. En mijn grappen kan je altijd nalezen op www.dedruivelaar.be. Dankjewel, Gerben Thijs.